welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik eindelijk beginnen met kerst. Ik heb hele leuke stickers binnengekregen van AliExpress, deze onder andere, met allemaal kerstafbeeldingen. Ik heb ze ook in een goud uitvoering. Ik heb nog ontzettend veel plaatjes en stickertjes liggen, of misschien vooral plaatjes die te maken hebben met kerst uit allemaal boeken van The Action. Al heel oud zijn die boeken. Van Deco Time zijn ze, ik denk, op zijn minst een jaar of 5 oud. 4 denk ik, 4 jaar. Ik heb nog stickers hierin zitten. Ik heb misschien nog wel stickers van Crea Chick. Er zal ongetwijfeld hier ook nog wat in zitten. Kortom, we gaan lekker aan de slag. We gaan heerlijk pagina's maken met de kerst. En de kerst duurt bij mij tot en met 24 december. Want dat is kerstavond. En die kerstochtend komt er een video. Dus we gaan lekker aan. Zoals je kunt zien, ik heb nog alles en nog wat aan papiertjes ook gepakt. Bijvoorbeeld dit vellumpapier vind ik heel erg mooi. Dit heb ik gekregen van Lenny. Daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat ik deze gelijk ga gebruiken als achtergrondje. Dus daar haal ik er even eentje van uit. Ik heb ook nog gewoon andere kleurtjes papier klaargelegd. Alvast voor alle andere video's die nog gaan komen de komende periode. Maar het wordt dus kerst, jongens. Kijk, zo'n vellum schijnt heel erg mooi door. Maar daardoor kun je er ook hele leuke dingen mee doen. Ik kwam nog stickers van Crea Chick tegen. Dit is een heel boek over kerststickers. Nou, ik denk dat we daar wel mee uit de voeten kunnen. Deze staat niks in, want dat is allemaal over reizen. Dus die zet ik even terug in de kast. Ik heb nog een cardmaking. Daar kun je vast ook wel plaatje uithalen. Want ik heb genoeg plaatjes om wat anders mee te doen dit jaar. Maar misschien is ook een achtergrondje, bijvoorbeeld zoals dit, erg leuk om iets mee te maken. En dan heb ik natuurlijk nog een heleboel boeken met allemaal plaatjes en afbeeldingen waar ik mee uit de voeten kan. Dus volgens mij gaat het heel leuk worden. We gaan eens even beginnen met deze. Ik denk dat ik hier een rondje uit ga halen. Ik heb hier toevallig een bakje liggen. En dat mijn basis gaat worden. Even kijken hoe ik dat het handigste kan doen. Ik heb mijn stempelsets ook neergelegd. Maar ik denk dat ik die niet echt nodig heb op dit moment. We gaan eerst zorgen dat we alle kerstdingen tevoorschijn krijgen. Ik moet iets hebben waarmee ik even kan tekenen. Dat doe ik wel met een potlood. Ik wil even aan de achterkant doen. Ik denk dat ik er even 2 uit ga knippen. En dat mijn basis gaat worden. Of zal ik 3 doen? Ik doe er 3. Nou, die gaan we eens dus even uitknippen. Beetje lastig te zien voor jullie. Maar ik kan net zien waar ik moet knippen, zeg maar. Als ik het op een bepaalde manier hou. En dit doet mij heel erg denken aan gewei. Van een eland. Nee, een eland staat natuurlijk redelijk synoniem aan kerst. Want het is alweer bijna zover. Het gaat echt zo snel deze tijd van het jaar. Ik vind met name dat laatste stukje richting kerst, dat lijkt alsof de tijd voorbij vliegt. Eerst heb je zeg maar Sinterklaas en dan ineens poef is het ook kerst. En dat impliceert ook een hele hoop drukte op mijn werk. Ja, ook dat hoort erbij natuurlijk. Leven van een docent. En daarna vakantie. Maar dat ga ik gewoon door met schrijven natuurlijk. Nou, daar hebben we 3 blaadjes. Dat wordt de basis. Even kijken, dat is de goede kant. Lijkt net een beetje kerstballen, toch? Moeten we daar nog iets achter doen? Dat is misschien wel leuk, hè? Ik moet heel klein beetje ruimte maken, want het is een beetje rommelig. Even een beetje organiseren. Dit zijn echt allemaal stickertjes. Maar in deze zitten natuurlijk ook leuke achtergrondjes. Kijk, dat is alleen een beetje erg druk, dit allemaal. Dit was heel leuk geweest, maar dat is volgens mij niet als achtergrondje in het boek.
En hier heb je ook van dat vellum papier. Nee, ik denk niet dat... Dit is ook leuk. Maar dat past weer niet. Kijk, hier zit nog wat aan, maar dat vind ik dan weer minder leuk. We gaan nog even verder in een ander boek kijken. Ik heb er tenslotte maar 5. Dus, kijk, hier zit ook weer dat hele leuke groene in. Oh, deze vind ik leuk. Ja, hier gaan we wat mee doen. Het is wel heel dik. Dat is het nadeel. Maar aan de andere kant... Oh, hier kon je op de achterkant zien welke erin zitten. We hebben nu die gepakt. Kijk, maar daar kunnen we wel wat mee. Want we hoeven niet een hele pagina te beplakken. Ik denk dat ik er een... of heb ik nu 2 bladen? Nee, het is echt 1 blad. Het is echt gewoon heel dik. Ik denk dat ik er een driehoek uithaal. Dat dat het leukst is. Ja. Ik moet heel eventjes wat aan de kant leggen. Ik moet nog echt even organiseren, merken jullie het? Zo. Of ga ik er toch een vierkantje van maken? Ik ga er een vierkantje van maken en dan plak ik die rondjes erop. Of een rechthoek eigenlijk. Ja. Ik heb het bedacht. Even zien. Ik wil dat het een beetje korter is. Dus ik moet hier even knippen. Ik kan dit niet snijden, want het past niet in mijn kleine snijautomaatje. En mijn grote snijautomaat staat op zolder. Ben ik achtergekomen. En op het moment dat ik dit opneem, ligt daar nog iemand heerlijk te slapen. En die laat ik ook lekker liggen. 4. 1, 2, 3, 4. Dus dan moet ik hem hier knippen. Oké, het gebeurt gewoon een beetje op het oog, hè. Het is geen exacte wetenschap knutselen. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar, soms wel. Kijk, als we nou dit doen, zo. En je hebt dan die balletjes er een beetje speels op. Dan begint het al te worden. Ik ga in elk geval dit even vastplakken, want ik ben bang als ik dat nu niet doe, dat ik dat straks elke keer alles eraf schiet. Dus in dit geval ga ik echt wel op de randjes, want dit wordt mijn ondergrondje. Dus ik wil vooral dat het even heel goed vast zit. Kijk. Oké, nou, dan kunnen we nu lekker gaan verreubelen. Zoiets. Ja. Ga ik eens even plaatjes zoeken. Die ik leuk vind. Even kijken. Ik ga nu gewoon wat plaatjes uitdrukken. En misschien is dat nog wel een leuk klusje voor mezelf om een keer op een avond te doen. Dat ik gewoon al die plaatjes eruit druk. En ze in een bak stop. Misschien is dat wel leuk. Deze vind ik ook heel leuk en passend. Die kan er weer leuk tussen zo. Merry Christmas. Boeken. Even kijken. Oh, ik vind dit zo leuk met kerst altijd. Ik hou zo van kerst. En het gekke is, met kerst zelf doen wij eigenlijk heel weinig. Omdat het voor ons echt een lekkere dag is om een beetje bij te tanken. Even kijken. Deze vind ik ook leuk. Zo. Oh, kijk, hier ligt ook al wat los. Kijk, die past nu wel heel leuk. En dat brengt gelijk wat kleur. Leuk van deze plaatjes. Ja, jullie kunnen het net niet zien, denk ik. Maar het is zo'n uitdrukboek. Dus je hoeft niet te knippen. En de plaatjes zijn echt prima qua uit te drukken, zeg maar. Hoe zeg ik dat? Het werkt gewoon heel goed. Je hebt ook wel eens dat je iets uit wilt drukken en dat je dan de helft los hebt liggen. Of dat het niet goed uitgedrukt is, maar kijk, die vind ik ook leuk. Deze, want die is niet weer een ander. Die pak ik even en deze vind ik leuk. En ik doe nu gewoon even wat ik leuk vind en waarvan ik denk, oh, die ga ik nu even gebruiken. Of misschien niet.
En misschien gebruik ik ze ook wel. Oh, kijk, dan hebben we nog zo'n poppetje. Dat vind ik leuk. Die past leuk bij elkaar. Even kijken, dat zijn de losse blaadjes. Oké, we gaan eerst even kijken wat we nu hebben en wat we ermee kunnen. Dit is duidelijk de basis. Eigenlijk moesten we nog iets van een rondje hebben dan, want dat zou dan leuk hier tussen kunnen weer. Dan heb je echt een thema. Ik ga even kijken of ik nog iets ronds kan vinden. Even zien. Iets ronds. Ik denk dat ik al het ronds uit dit boek heb gehad. Nee, dat is niet waar. Hier zit nog iets heel klein rond, maar dat kan natuurlijk ook als rond stellen. Maar ik wil eigenlijk iets groots rond. Nou, hier zit even nu op dit moment niks in. Gaan we even naar de volgende. Even kijken, die vind ik niet leuk. Zo handig dat je weet wat je nu wilt, dat je echt iets ronds wilt. Zo kun je makkelijker zoeken in de boeken. Hier zit zoveel leuks nog in, jongens. Oh, echt. Er worden zulke leuke pagina's. Even kijken. Dit is wel kerst, maar een heel ander thema. Dus die leg ik nog even weer weg. En dit is meer Indiana. Heel leuk. Gaan we ook nog wel een keer wat mee doen. Ik kom weer heel veel nieuwe dingen tegen, jongens. We zijn op zoek naar iets ronds hier. Er zit nog weer kerst in. Die vind ik te groot en hij is niet mooi met rood. Je ziet dat mijn rondjes vaak gebruikt worden bij mij. Kijk, maar deze vind ik dan wel weer leuk. Zie je, die past ook in die kleur. Tada. Nou, gaan we even alles aan de kant leggen. Dit wordt het waarmee we gaan werken vandaag. Kijk. Zo. Om een beetje kleur erin te brengen wil ik die. Deze halen we er even uit. Die is niet de goede kleur. Die leg ik op het stapeltje van komt nog wel een keer. Even kijken. Die daarin. Die daar. Die ga ik ook nog niet gebruiken. Even kijken, die zo. Nu mis ik wel jullie input van de lives, zeg maar. Dan hebben jullie altijd hele leuke ideeën van hoe iets dan zou moeten. Oh ja, en voor de verandering regent het weer eens hier. Dus dat hoor je nu op de ramen. Die past niet qua kleur. Ik vind deze poppetjes zo leuk. Die wil ik er eigenlijk ook in hebben. Zo. Nee, dat voegt niet. Ik denk dat ik hem heb. Ik denk dat hij gewoon af is. Ik kan nog heel even kijken of er nog een leuk stickertje is van kerst. Maar ik denk dat we hem gewoon hebben al. Dit zijn weer allemaal met... Nee, we zijn er. Dit is hem. Ja. We gaan een foto maken en we gaan alles vastplakken. Dus ik ga even mijn fototoestel zoeken. We maken een foto. En die leggen we neer. Goed, even kijken. Wat ga ik nou het handigste doen? Dit kan er even daar af. Die kan er ook even af. Had ik die nou eronder gedaan? Dan moet ik even mijn foto er weer bij pakken hoor. Die ligt hier naast me dan. Deze is niet een goede foto, zus. We hebben de foto die je net had gemaakt, deze. Ja, zie, die zit er iets onder. Dus moet ik wel even rekening mee houden. Dus ik moet... Even goed kijken. Nou, deze kan er sowieso op. Oh, want die... zit los. Dat is een van de weinige dingen die los zit.
Goed, we gaan eerst eens eventjes de drie bolletjes vastplakken. En daar doe ik een heel klein beetje plaksel op. En dan kunnen die hierop. Dat vind ik echt het voordeel van het vellen. Je ziet het allemaal heel mooi. En nu moet deze straks ertussen. Dus dan moet ik even kijken. Oh, ik heb hem op de verkeerde kant geplakt of niet? Nee, valt mee. Zo. Ik dacht dat het de verkeerde kant was, maar het was wel de goede kant. Die moet er over eerst op. Nou, oh, kom op. Het is geen fijn rolletje dit. Ik heb net al een heel stuk eraf gerold. Omdat het dubbel zat. Dat vond ik echt niet fijn. En die zit ook zo. Maar dan hebben we eerst dat plaatje wat moet. Dus die ga ik eerst even plakken nu. Oh, ik vind dit nu al een leuke pagina. Gewoon zo simpel. Maar daar, ik hou daarvan, van dat simpele. Oké, zo en zo. Het is deze. Moet ik even spieken welke kant ik moet plakken. Deze kant is beter. Zo. En deze eroverheen. Dan de list twice. Hij plakt echt niet lekker deze. Dan heb ik nog mijn poppetjes. Oh, die vind ik ook zo leuk. Van die, ja, notenkrakers heten ze. Ik vind dat echt zo leuk. En dan deze nog. Zo. Dan de marentak. Of tenminste, dennetak is het in dit geval. En nog het grappige vastgeplakte nietje. Nou, ik vind hem weer heel leuk geworden. Nou, wat is hij leuk geworden. Heel simpel. En ja, weet je, soms is simpel vaak ook het... Ja, ik vind het soms dan het leukst. Maar hoe tof is hij? De volgende wordt iets met goud. Dat ga ik jullie beloven, want bij kerst wordt natuurlijk rood, goud en groen. Dus ja, maar deze, ik vind hem echt zo leuk. Ja, helemaal happy mee. En ik ga lekker verder knutselen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te kijken. Volgende week vrijdag of zaterdag is er weer eentje. Dus heel graag tot dan. Misschien ook wel tussendoor in een live. Dus wie weet zie ik je daar een keer. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hele fijne dag als je hem 's morgens hebt gekeken. Kijk jij nou 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Doei.